was niet makkelijk. Maar het is gelukt. Ik ben Kurt Seyssens en ik werk hier als venue manager voor Park H, Expo Hasselt, ETS Theater en ETS Arena. We hebben in het verleden met diverse firma's gebouwd. En de aanpak van Mathieu Gijbels is toch wel zeer verschillend met een aantal andere bedrijven. En zeker in de voorbereiding van het gebeuren in totaal. Voor mij het grote verschil was, als wij in voorbereidingsfase zaten, dan hadden wij in de aanloop van een aantal vragen, opmerkingen, bedenkingen. En op de eerstvolgende vergadering met Mathieu Gijbels hadden zij eigenlijk al de oplossingen voor ons uitgewerkt, zonder dat we dat gevraagd hadden. En dat was toch wel een heel groot verschil. Het ETS Theater hebben zij op 4,5 maand moeten bouwen. En dat is exact gelukt binnen de planning, binnen het budget. Ja, dat is toch wel de moeite. Alles wat anders moest, niet kon of toch niet liep zoals het moest, dat werd ruim op tijd besproken, zodat de einddatum zeker niet in het gedrang kwam. Die mensen, die eender welke vraag dat ik had, ik kon die altijd bellen, die werd altijd beantwoord. Ook al zaten ze in vergadering, kregen een berichtje, we bellen nu straks terug. En daar werd ook gebeld. Daar wordt gereageerd op mails. Zeer aangenaam. Ik denk dat iedereen vierkante hallen kan bouwen. Dat kan iedereen, dat is niet moeilijk. Maar als het morgen ergens een project is wat binnen budget, binnen bepaalde tijdspannen moet gebeuren, van bepaalde omvang, dan mag ik hen zeker doorverwijzen naar Gijbels. Zeker de fase voordenken, hè, omdat ze binnen het budget blijven. Heel veel mensen die bouwen, die gaan akkoord met een basisprijs en uiteindelijk zijn er alleen maar meer werken. En daar ligt nu niet iedereen op te wachten.